177 meter is de buis die vandaag in Rotterdam-Zuid de grond ingaat. De leiding hebben we van tevoren klaargemaakt. Dat zijn allemaal stukjes leiding die we aan elkaar gelast hebben. En vandaag trekken we in één keer onder de Wolfartsbocht door. Het voordeel hiervan is dat de weg niet open hoeft. En dat gebeurt met hijskranen. We hebben de hele grote kranen staan om de leiding met een bocht in het boorgat te kunnen trekken. Ondanks het enorme gewicht is het maar een uurtje werk. Dat komt mede door een speciaal soort modder dat wordt gebruikt. Dat is bentoniet, dat is een goedje waar wij heel zuinig op zijn. We gebruiken dat als een soort glijmiddel om de leiding heel goed door het boorgat te kunnen trekken. Het stuk leiding is het volgende gedeelte van het warmtenetwerk vanuit de Rotterdamse haven naar de Kop van Zuid. Zo'n 50.000 huishoudens zullen zo van warmte worden voorzien. De klus van vandaag is maar een schijntje in vergelijking met volgende week. Het weekend van 8, 9 en 10 maart trekken we maar liefst 1500 meter leiding. Dus vandaag is het 177, dan 1500 meter. En die gaat helemaal onder Katendrecht door. En dan leggen we de verbinding tussen de Brielse Laan en de Wilhelminapier. Maar dat zorgt natuurlijk wel voor de nodige problemen voor het verkeer. De Erasmusbrug ligt eruit op zaterdag en een deel van de zondag. Alleen voor het autoverkeer en de tramverkeer. Maar voetgangers en fietsers kunnen er wel overheen. En de rest van het verkeer wordt omgeleid. En voor de liefhebber, maandag en dinsdag zullen twee leidingen van 750 meter lang vanuit Hoek van Holland over de Maas naar de Erasmusbrug worden vervoerd.